Ja, we moeten denk ik vaststellen dat het een historisch moment was in het Nederlandse strafproces. Zoveel nabestaanden, vandaag de eerste 9 en de komende 3 weken ongeveer 90 nabestaanden nog. Dat is nog nooit eerder vertoond in een Nederlands strafproces, dat zoveel nabestaanden de ruimte krijgen om te vertellen wat de impact op hun leven is geweest. En de sfeer vandaag was er een van gespannen, van vele soorten verdriet. Naast Sander hebben nog 6 andere Nederlandse nabestaanden gesproken en ook nog 2 Australische nabestaanden via een live videoverbinding. Ja, het grote en diepe verdriet, en Sander heeft dat heel mooi verwoord, was voelbaar bij iedereen. Mensen hebben verteld over de zwarte dag, dat ze het bericht kregen dat hun dierbare gestorven was. Mensen hebben verteld over de onzekere tijd daarna. De identificatie van lichamen. Mensen kregen hun lichaam niet, het lichaam van hun dierbaren niet heel terug in heel veel gevallen, maar in stukjes. Dus dat hele diepe en intense verdriet hebben we voorbij zien komen. Ik kan me voorstellen dat het ontzettend belangrijk is voor nabestaanden. Ja. Een gekke vraag, maar heeft het ook invloed op de strafmaat? Ja, dat vragen heel veel nabestaanden. Waarvoor doe ik het? Heeft het zin om te spreken? En nou hebben we 2 weken geleden voor de nabestaanden een grote bijeenkomst georganiseerd, waar heel veel mensen waren. En daar hebben we hebben gedacht als advocaten, hoe kunnen we nou de nabestaanden daarover informeren? En toen hebben we gedacht, we moeten 2 ervaringsdeskundigen uitnodigen. En we hebben de ouders van Anne Faber bereid gevonden om te vertellen hoe zij het spreekrecht ervaren hebben. En allebei, zowel de vader als de moeder van Anne Faber, hebben een enorm krachtig pleidooi voor het spreekrecht gehouden. En gezegd, het is niet alleen voor jezelf, voor je eigen verwerking, maar het is ook om invloed te hebben op dat strafproces. En dat is zo ongelooflijk belangrijk voor nabestaanden. Dat blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek en ook, Sander, wat jij hier vertelt. Om invloed te hebben, inspraak te hebben in dat strafproces. Ja, want u was voor de goede orde niet de enige vandaag. Er waren ook andere mensen. Dat zag er zo uit.